Mijn grenzeloze passies in mijn vak is eigenlijk continu de verdieping en de uitdaging vinden in mijn vak als tandarts, maar ook als ondernemer. Zeker ook groei en ontwikkeling, persoonlijke groei en ontwikkeling op zakelijk gebied vind ik ook heel uitdagend. Dat is mijn drijfveer. Ik vind het heel belangrijk, want ik ben in de eerste plaats tandarts en ik zou het heel vervelend vinden als ik word gedwongen om een ander beroep uit te oefenen. Hier in de praktijk verdiepen we ons bijvoorbeeld in de Invisalignbeugels, reconstructieve tandheelkunde, behandelingen van angstige patiënten, kindertandheelkunde. Dat houdt natuurlijk ook heel uitdagend. Mijn ambities als tandarts en als ondernemer is vooral mensen inspireren en het beste in mensen naar boven halen. Ja, ik ben ook van mening als je dromen en doelen je niet bang maken, ze niet groot genoeg zijn. Mijn beeld van de verzekeraar Allianz is een heel spectrum aan verzekeringen wat wordt aangeboden door Allianz. En het is een hele gedegen partij. Wat ik belangrijk vind aan mijn arbeidsongeschiktheidsverzekering is als ik daar aanspraak aan moet maken, dat er voldoende hulp en begeleiding is. Korte lijnen en goede communicatie. Ik zie de rol van de financiële adviseur als cruciaal, omdat iedereen zijn persoonlijke situatie is anders en ja, moet daarbij passen. Wij staan voor duurzaamheid in de mondgezondheid. Dit houdt eigenlijk in het voorkomen van problemen op de lange en de korte termijn. Ja, wat ook inhoudt natuurlijk een duurzame arts-patiëntenrelatie. Wat ik wil bereiken is dat mensen zich prettig voelen in de praktijk. Dus de persoonlijke benadering naar patiënten toe en het helpen van mensen vind ik het allerbelangrijkste wat er is.